Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik zit er een beetje tussenin, denk ik. Ja, de. Hallo en welkom bij Pakhuis de Zwijger. Ik ben Emma en ik ben in Amsterdam Centrum, waar ik jonge Amsterdammers wat stellingen ga voorleggen rondom de verkiezingen. Het bindend studieadvies moet voor alle opleidingen worden afgeschaft. Ik ben het mee eens. Ja. Dat moet worden afgeschaft? Ja. Ja. Om de, zeg maar, de werkdruk en de prestatiedruk te verminderen. Het is zo'n situationeel ding, toch? Dus ik denk dat er misschien beter mag gekeken worden naar wat de situatie van die persoon is. Dan een soort van wel, moet afgeschaft of nee, moet niet afgeschaft. Er is een soort van tussenweg nodig daarin. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik denk dat studenten misschien allemaal op een ander tempo leren en studeren. En dat je daar meer ruimte voor moet krijgen. Organisaties moeten verplicht worden om stagevergoedingen te betalen. Ik vind het nu wel goed. Ik ben het er oneens mee. Sommige stageplekken beslissen om te betalen. Dat is aan hun. Ja, hier heb ik het toevallig laatst ook nog over gehad met mijn eigen stagebegeleider. Ja, het is leuk meegenomen natuurlijk. Maar is niet per se een moet. Maar voor, bijvoorbeeld voor verpleegkunde weet ik dat ze dan echt elke week superlang mee moeten draaien. Waardoor je gewoon geld misloopt. Dus dan zou ik het wel doen. Nou, het is nu al heel weinig. Ik weet, wij zitten in de culturele sector. Dus daar is volgens mij 350. Maar dat is echt al heel erg weinig. Ja. Dus ik weet op sommige plekken inderdaad geen. Ja, het is echt belachelijk. Nee, want je doet eigenlijk gewoon werk. Dus... Het moet eigenlijk, ik vind ook dat de 350 eigenlijk omhoog moet. Ja. Ja. Minstens 500, 1000, ja. Zoiets. Nederland moet streven om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Ja, vind ik wel. Het is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is natuurlijk wel genuanceerder dan dat ik het nu maak. Maar ik zou wel zeggen, zo snel mogelijk streven op een goede manier, waardoor het wel allemaal een beetje reëel te halen is. Eens? Ja. Wat moeten we daarover zeggen? Ja, dat is. Ze kunnen harder hun best doen, dat weten we wel. Maar ja, ik hou van een chille toekomst. Dus dat zou een master zijn, als dat zo is. Ja. Het openbaar vervoer moet gratis worden. Eens. Omdat ik vind dat het best wel prijzig wordt. Vooral de laatste tijd door de prijsstijgingen. En iedereen heeft gewoon bepaalde verplichtingen waar zij naartoe moeten gaan. Zowel school, studie als stage. Ideologisch gezien ben ik het ermee eens. Waarom? Dat het haalt bepaalde vormen van ongelijkheid weg. Ja. Ja, het is openbaar vervoer. En ik vind dat openbaarheid toch wel gewoon gratis of in ieder geval veel goedkoper mag.